Sabine Karik kreeg na de geboorte van Ina haar tweede kind een postnatale depressie. Het was in die tijd erg zwaar voor haar. Ze hield wel van Ina, maar kon niet voor Ina zorgen. Dat was inderdaad heel erg moeilijk. Voornamelijk met omgaan met je dichtbij familieleden. Want niemand begreep me. Dat vond ik het zwaarst. Naast zorg voor Ina. Die was ook een ontzettend moeilijke kind. Die huilde heel vaak. Krijste, zou ik beter zeggen. En sliep ook heel weinig. Ik was op een gegeven moment helemaal op. Lichamelijk, geestelijk ten eerste. En dan geef je lichaam ook op. Dan heb je ook helemaal geen energie meer. Was nou iemand om mij zeg maar, daarvan te verlossen? Ja. Het was niet sprake dat ik zeg maar, niet hield van mijn kind. Maar ik kon hem niet verzorgen. Ik kon niet zorgen voor mezelf. Ik wist niet hoe ik daarmee omgaan. Hoe kan ik me geruststellen? Of, zeg maar, ik was helemaal uit controle van mijn emoties. Om het kind en ouders te helpen in de tijd van een depressie is het project Meeleefgezin opgestart. Sharon van den Berg van Gezinsondersteuning Utrecht vertelt hoe het Sabine en andere ouders zou kunnen helpen. Is dat Meeleefgezin niet alleen maar is zeg maar, voor het kind. Dat het hele gezin heeft er baat bij. En ik denk, daar hebben we van tevoren niet zo bij stilgestaan. Van tevoren was het heel erg van, dit is goed voor de hechting van een kind. En we doen het project speciaal voor het kind. Maar inmiddels merken we dat er ook, dat het gezin, dus de ouders van het kind, die komen ook bij een ander gezin thuis kijken. Die komen het kind halen en brengen. Die krijgen andere normen en waarden mee. Die zien hoe het ook kan in een gezin. Dus het is veel breder dan alleen maar je kind ergens brengen en dat de ontwikkeling van het kind doorgaat. Ook die ouders die hebben er baat bij. Is het heen en weer verhuizen zeg maar, wel goed voor het kind? Het is maar één keer per week maar, een middag. Dus een kind gaat ook wel eens naar een kinderdagverblijf of naar een opa of oma. Dit is één keer in de week dat ze ergens heen gaan. En als het kind en de ouders daar klaar voor zijn, een weekend per maand erbij. Dus dat is oké voor het kind. Dus de eerste vraag die ze stellen is altijd, hoe weet ik nou zeker dat mijn kind daar veilig is? We proberen er alles aan te doen. Als wij zelf ook maar enige twijfel hebben, dan gaan we niet met die mensen in zee of verder onderzoek doen. Maar zou het niet moeilijk zijn om dan Ina bij iemand anders echt te brengen? Wel. Want je geeft wel echt... Je kind aan iemand, ja. Dat vond ik ook heel moeilijk, maar dan moet je dus kiezen. Of jezelf... Of de hele familie gaat ten onder, zeg maar. Ja. Niets meer functioneren.